De vereniging ex-militairen en veteranen wil een ander beleid en heeft daarom vandaag verkiezingen gehouden in hun verenigingshuis aan de Thompsonstraat. Lloyd Burleson, kandidaatvoorzitter, zegt dat de ex-militairen verandering willen omdat ze 13 jaar zijn achtergehouden. Volgens hem heerst er grote ontevredenheid binnen de groep. Er wordt niets gedaan en je ziet het zelfs, je merkt aan de jongens op dat de jongens echt verandering willen. Ik ben als kandidaatvoorzitter voorgeschoven omdat ze denken dat ik goed werk kan leveren. Maar bij mij gaat het niet om mijn persoon. We moeten de hele groep kunnen helpen. En er zijn echt problemen tussen de jongens die opgelost moeten worden. En je gaat het niet persoonlijk voor individuen kunnen doen. Een hele groep moet het zijn. Dus wat we hier nu doen, als het lukt dat het bestuur waarin ik zit overneemt, gaan we alles heel anders aan moeten pakken. Meer diplomatie. Burleson haalt verder aan dat het nu de tijd is dat er verandering komt voor de ex-militairen en veteranen. Deze groep wacht al 34 jaar op erkenning van de staat. Hij zegt dat als hij gekozen wordt, hij niet dezelfde fouten wil maken als het vorige bestuur. We zijn jong in het vak, maar we hebben veel geleerd van de fouten van die mannen voor ons. Dus het is eerst een goed bestuur opzetten. Die is er al, ik zeg, voor 80% is het bestuur al gevormd, op een goede manier, op een bepaald niveau. En je gaat weer alles weer moeten herregistreren. Je gaat nog niets kunnen ondernemen als je die jongens niet achter je hebt. Er moet een eenheid gevormd worden. Pas als we die eenheid hebben, dan kunnen we verdere stappen ondernemen, want we moeten samen te werk gaan. Niet dan bestuur moet het probleem oplossen. De jongens zelf moeten ook willen en ze moeten daarachter staan. Verbetering, losverbetering. We hebben heel wat jongens over straat zwerven. We hebben heel wat mannen die dakloos zijn. We hebben heel wat mannen die nog steeds oorlogsgewond zijn en niet geholpen kunnen worden. Je hebt mannen met platen in hun lichaam. Je hebt mannen nog met kogels in hun lichaam. Al die mannen. En dat was Lloyd Burleson, kandidaatvoorzitter, vereniging ex-militairen en veteranen. Tot 4 uur vanmiddag was het resultaat van de verkiezingen niet bekend.